We zijn hier vandaag bij de inauguratie van de leerstoel in Lockefeer. Dus het is eigenlijk een beetje een D-day. Het is ook natuurlijk wel met gemengde gevoelens dat we hier een stuk staan. Ja, ik ben eigenlijk bijna zonder woorden. Hè. Ik ben overweldigd door, als je dus die mensen daar ziet, het is meer dan 100 participanten. Allemaal sponsors, dus de gouden sponsors zijn aanwezig, de zilveren en de bronzen sponsors. Ook de familie is aanwezig. Heren. Ja, zeker. Toen met de uitvaart van Danny zijn we achteraf allemaal nog eens samengekomen. En dan alle verhalen over Danny komen dan naar boven natuurlijk. En zo is het idee gekomen van Mark van Peel. Het was iets heel speciaals. Want daar stonden plots meer dan 100 mensen vanuit heel veel verschillende sectoren van de havenwereld. Die speciaal daar naartoe waren gekomen om uiting te geven aan hun diep verdriet over wat er gebeurd was. En ik kan u zeggen, ik ken ondertussen uiteraard heel veel mensen in heel de havenwereld, dit zou echt niet voor iedereen gebeurd zijn. Wat een eer, opgenomen worden en erkenning krijgen van een instituut dat door de mens werd opgericht om als kraamkliniek te dienen voor het ontwikkelen en bundelen van collectieve kennis. Daar zijn NAM terug te mogen vinden, dat maakt ons fier. En bewijst ons dat hij, weliswaar veel te kort, maar niet voor niets heeft geleefd. En dat geeft ons veel steun in het verwerken van ons enorm verdriet. Dank u wel. Eén jaar later blikken we als vanmoer terug op een groot verdriet. Maar vooral op een groot verlies, zowel voor onze logistieke groep als voor mij persoonlijk. De vierde poot van Vamour, we hebben de transportafdeling, de warehousing, chemicals en ports en intermodal is een afdeling die eigenlijk van nul is opgestart door Danny. Het is 100% Danny zijn idee en hij heeft die strategie uitgeschreven voor Vamour. En het is niet meer dan normaal dat we daar voor zorgen dat we op een manier zoals een leerstoel Danny daarin blijven meedragen. Ja, voor ons was het een evidente beslissing eigenlijk om mee te werken en de leerstoel mee te sturen en financieel te steunen. Waarom? Montea is een ontwikkelende belegger in logistiek vastgoed en eigenlijk wij investeren jaarlijks miljoenen euro's aan logistieke gebouwen. En we bepalen eigenlijk mee, letterlijk en figuurlijk ook, het landschap. Het logistiek vastgoedlandschap in ons land. We vinden het een beetje onze plicht om mee na te denken over de mobiliteit of over de immobiliteit. En vandaar dat wij vonden dat we daar absoluut moesten aan meewerken om het wetenschappelijk werk, wat heel belangrijk is bij complexe problematiek, al mee te sturen en mee te zoeken naar concrete oplossingen voor onze mobiliteit in ons land. En toen, ja, jammer genoeg, Danny kwam te sterven. En de leerstoel zich aanbood, hebben wij geen moment geaarzeld en gezegd op die manier kunnen wij ook hulde brengen aan Danny. Kunnen wij ook zorgen dat er ruimte gecreëerd wordt om in te zetten via de academische wereld op het versterken van de binnenvaart. Hij was er zich van bewust dat je eigenlijk, als je in de praktijk iets wil gaan realiseren, dat je ook goed moet nadenken, twee keer moet nadenken en ook een stuk wetenschappelijke ondersteuning daarvoor nodig hebt. Hallo. Dus, de leerstoel steunt op drie pijlers, zoals al eerder is toegelicht. Onderzoek, wat ik zelf zal voor mijn rekening nemen, onderwijs en dienstverlening. Kijk, bij deze verklaar ik de leerstoel Danny Lockefeer officieel voor